En we hebben overal gezocht en ook personeel heeft ook meegeholpen, overal nog gekeken. En hij was ja, gewoon verdwenen. En dat was een hele grote domper. Het is wel een gitaar waar ik heel erg gehecht aan ben. Het is ook wel een waardevolle gitaar. Dus ik wilde wel toch wel mijn best doen om te kijken wat er allemaal mogelijk is om hem terug te krijgen. Dus ik hoop dat er dan nog, toch wel een soort van een kerstwonder plaatsvindt. En dat kerstwonder is geschied. Maandag spraken wij gitarist Martijn de Zeeuw van de band Elysia. Na een optreden tijdens de Grote Prijs van Dordt, waar ze overigens derde werden, verdween zijn gitaar spoorloos. Maar nu is er goed nieuws. Na onze uitzending hebben twee mensen zich gemeld die de gitaar in de nacht van zaterdag op zondag teruggevonden hadden. In de buurt van het kruispunt met de Oranjelaan. Hoe het instrument daar terecht is gekomen is een raadsel. Het tweetal nam de gitaar mee naar huis en belde Martijn maandag op toen ze zijn oproep zagen. Wie het instrument daar heeft achtergelaten midden in Dordt is niet te achterhalen, denkt Martijn. Hij wil er zijn hoofd ook verder niet te veel overbreken. Hij is vooral erg blij dat zijn gitaar, die toch zo'n 2.500 euro waard is, weer terug heeft.